Hey iedereen, welkom. Ik ben Leni. We gaan eens kijken naar de energie op dit moment. We hebben de volle maan nu een week achter de rug. Nu, voor mij persoonlijk was het fysiek geen al te makkelijke volle maan. Het was alsof ik op heel veel vlakken een nieuw ritme mocht vinden. En mijn lichaam vroeg niet alleen om rust, maar om aanpassing. Het was alsof ik in een andere energie terecht was gekomen en mijn lichaam vroeg om tijd om zich aan te passen, een soort nieuwe ritme te zoeken. Ik voelde dat ter hoogte van mijn hart, maar ook algemeen in mijn zijn, in mijn leven, in mijn slaapritme, mijn activiteiten. Alles vroeg om een andere indeling. Ik heb ook heel veel gevoeld ter hoogte van mijn hart. Alsof mijn hart aan het zoeken was naar, zal maar zeggen, opening. En helaas heb ik de vervolgvideo niet online gekregen, maar het hartchakra kwam daarin dus heel sterk naar voren. Dus de reden waarom ik hier de Lavender Love heb geplaatst, zeker een aanrader als je in die onvoorwaardelijke liefde wil gaan staan en je hart wil openstellen. Ik heb er ook een roze kwarts bij geplaatst. We gaan voor deze korte video eens kijken eerst naar welke energie we achter ons laten. Dus welke energie we bij ons hadden met de volle maan de afgelopen week. Wat er de afgelopen week vooral belangrijk is geweest. Dit is de Psychic Tarot van John Holland. In de deks vermeld ik telkens in de omschrijving van de video. Je vindt daar trouwens ook de linkjes naar de Q-lichtcirkels en ook naar mijn Telegram-kanaal en mijn Instagram. De Schumann-resonantie, afgelopen dagen, zeer stevig. Eergisteren zeer korte, krachtige pieken. Die deel ik onder andere via Instagram, af en toe ook via de community hier, via YouTube. Het is altijd wel heel interessant om te weten wat er gaande is in de energie. De energie tussen de aarde en het universum. Maar voor nu, om een of andere reden, is het zeer belangrijk dat we ons focussen op ons hart. Op wat we voelen vooral. Dus ik ga eens kijken eerst de energie die we achter ons laten. Zes van zwaarten. Heling die begint. We zijn ergens doorgegaan. We zijn verder gegaan. We hebben iets achter ons gelaten. Iets wat ons in het verleden een zwaar gevoel heeft gegeven. Iets waar we tegen hebben gevochten. Of iets waar we heel hard ons best voor hebben gedaan om ermee om te gaan. Dat hebben we achter ons gelaten. En hier op deze kaart zie je al het hartchakra. De groene kleur. Zeer belangrijk geweest de afgelopen week. En zes-energie is altijd verder gaan. Dan hebben we iets overwonnen. Ja, zoals deze vrouw door de gordijnen heen gaat. Klaar is om verder te gaan. En een stukje heling. Droogte van het hart blijkbaar. Dus we hebben heel veel losgelaten. Heel veel angsten losgelaten. Het is alsof dat we een beetje in onze kracht zijn gekomen. Nu, dit is een mentale energie. Dat wil zeggen dat er iets veranderd is in ons denken, de manier waarop we naar de dingen kijken en dat we verder gaan vanuit een andere overtuiging of met bepaalde inzichten. En dat we ons heel veel zorgen hebben gemaakt en dat we nu daaruit stappen. Het is alsof we bepaalde, niet alleen angsten, maar ook zorgen achter ons laten. Eens kijken naar de energie op dit moment. Dit is de aas van staven, een nieuwe energie. Dit wil zeggen dat we heel veel hebben losgelaten, dat we heel veel van ons hebben afgeworpen, zodanig dat we weer contact kunnen maken met onze eigen energie. Vitaliteit, onze passie, onze kracht, alles wat ons leven geeft, dat is op dit moment heel erg belangrijk. Ik ben blij dat ik deze reading doe.
Ik krijg hier ook een beetje een vrouwelijke energie bij. Maar alles wat ons via onze intuïtie wordt ingegeven, doe daar iets mee. Gebruik je kracht. Gebruik datgene wat je in je hebt, wat jouw leven geeft, wat jou, die kleuren, wat jou een fijn gevoel geeft. Maar deze kaart wil ook zeggen dat we iets van ons hebben afgegooid, dat we inderdaad zijn verder gegaan. En het verwijst ook naar ons denken, iets wat heel vermoeiend is geweest. En wij nemen onze eigen energie hier blijkbaar terug. Zeer mooi. Ga ik eens kijken wat onze uitdaging is op dit moment. Wat kan ons helpen om verder te gaan? Misschien naar de nieuwe maan van volgende week. En hier hebben we de 9 uit de grote arcana. De kluizenaar. Dat wil zeggen heel erg naar binnen keren. Gaan voelen in onszelf. Die rust opzoeken. Maar zoals deze figuur, een beetje meditatie, naar binnen keren, vooral voelen, hè? Zoeken wat we in ons hebben, voelen wat we in ons hebben. Deze is een soort van stilte, de stilte in onszelf opzoeken, ons hart voelen, wat er in ons zit. Dit is ook onze passie, hè? Wat ik daarnet zei, wat ons leven geeft, maar het is alsof dat we nog dieper in onszelf mogen gaan zoeken wat er in ons leeft en wat voor ons belangrijk is. Dat we nu, zeker naar het einde toe van deze maandcyclus, dat we nog meer gaan voelen wat voor ons belangrijk is en wat ons verder helpt. Met deze kaart ook, we zijn al verder gegaan. Maar het is alsof dat we hetgene wat we in ons dragen, dat we dat nog meer mogen gaan opzoeken, nog meer mogen gaan ontdekken. Het is alsof we een iets koudere periode, minder fijne periode of een donkere periode achter ons laten. Maar ook in onszelf. Daar waar we het misschien moeilijk hebben gehad in ons eigen leven. Met onszelf en met wie we zijn. Het is alsof we onszelf klaarmaken om onszelf vooral heel veel vrijheid te geven. Dat we nog even mogen gaan zoeken wat wij nodig hebben om gewoon onszelf te laten zien. En dan ga ik eens kijken wat de komende tijd belangrijk is of waar deze energie ons eigenlijk heen wil. Kijk eens aan, de 3 van bekers. Share the love, deel de liefde, een hartje waar een barstje in komt. Het hartje wat zijn licht wil laten stralen. Wij mogen ons licht laten stralen vanuit ons hart. Nu een 3-energie is een beetje een energie die zegt, ja, we kunnen ons ergens in bevinden. Een situatie die redelijk oké voelt, maar waarbij we toch nog iets missen of waarbij er, zoals hier wordt weergegeven, nog iets waarbij we nog iets meer mogen gaan openkomen vanuit ons hart, vanuit ons gevoel. Dus de energie die nu aanwezig is, wil ons nog meer in ons gevoel brengen, wil ons nog dichter bij onszelf brengen. Maar het is ook een energie die zegt van, ja, maak je klaar om te gaan stralen, om gewoon jezelf te zijn vanuit die nieuwe energie die we nu kunnen voelen van wat inspireert ons, wat geeft ons leven, wat geeft ons een goed gevoel. Ga dat diep gaan zoeken in jezelf, wie jij bent en hoe jij jezelf wil laten zien. En dat gaat jou helpen de komende tijd om je hart nog meer open te stellen, om alles wat jou eigenlijk teleurgesteld heeft in het verleden op hartsvlak of in relaties, dat je dat definitief achter je laat. Dus dit is ook een beetje een reading die aangeeft dat we op relatievlak of op liefdesvlak dingen achter ons laten. We zijn al geheeld van het oude stukje. We zijn nu vooral gefocust op onze eigen energie, op onze eigen rust. En als we die rust hebben gevonden, dan gaan we ons hart opnieuw kunnen openstellen. Er is een bepaalde energie in ons hart op dit moment aanwezig die naar buiten wil komen, die zich wil laten zien. Oké. Mooi.
ga ik nog eventjes verduidelijken via mijn eigen kaartendek. Inzichtkaartjes, kracht van licht. De nieuwe druk, de tweede druk, die is intussen binnen. Dus als je graag je eigen deck hebt, dan kan je die bestellen via de website. Ik zal de link ook nog een keertje plaatsen. Oké. Er heeft een heling plaatsgevonden, droogte van het hart. We hebben ons vooral opengesteld voor onvoorwaardelijke liefde. Dus ik wil hier graag twee verduidelijkingskaartjes bij. De eerste praat over manipulatie. Daar waar we in het verleden beïnvloed zijn geweest in ons gevoel. Vooral blijkbaar in ons denken. Het is alsof we de afgelopen week met onszelf zijn geconfronteerd. Dat het heel erg belangrijk was om naar onszelf te gaan kijken. Wie we zijn. Op welke basis hebben wij bepaalde beslissingen genomen? Hebben wij wel voldoende naar onszelf gekeken? Wat wij nodig hadden? En in hoeverre hebben wij ons laten beïnvloeden? In hoeverre hebben wij gedaan wat de ander van ons verwachtte. Daarin zijn we verder gegaan. Dankbaarheid. Dit is alsof dat we een soort van vergiffenis. Dankbaar zijn voor de ervaringen die we hebben gehad. Daar waar we af en toe verleid zijn geweest in een bepaalde situatie. Misschien door een bepaald persoon. Maar we zijn in een bepaalde rust gekomen. En dat heeft ons geholpen om verder te gaan. Om anders naar de dingen te kijken. En te helen. Te helen van oude pijn. En dankbaarheid is een heel belangrijk iets. Dankbaar zijn voor de ervaringen die je hebt gehad. Ook al zijn die niet altijd even fijn. Zonder die ervaringen was je nu niet op de plek waar je nu bent. Hè? Die as van staven. Nieuwe energie. Kijk eens aan, de zomer. Ontspanning. Vakantie, beloning, er eventjes tussenuit, dat kan. Maar alleszins beloning voor alles wat we hebben doorgemaakt. Onze eigen energie die heel sterk naar voren komt. De zomer staat voor een soort van hoogtepunt. Een punt wat we bereiken een tijd van ontplooien, dat is blijkbaar nu op dit moment toch belangrijk. Dat we onszelf blijven verder ontplooien. En dat we, dat geeft deze kaart ook aan rust en ontspanning opzoeken. Dat we dat eigenlijk ook verdiend hebben. Eindelijk ontspanning. En ik vind dat deze kaarten heel duidelijk aangeven dat we nu en de komende weken heel veel dingen zullen zien. In ons eigen leven en in de maatschappij. Die ons meer ruimte gaan geven. Die ons een meer zomers gevoel, een veel warmer gevoel gaan geven. Een thuisgevoel. Gezelligheid, warmte, geborgenheid alweer. En dit is meer de gezelligheid en de warmte. Je veilig voelen, je geborgen voelen. In je eigen energie. Dus ik heb de indruk dat we ons losgemaakt hebben van oude energieën. Ook oude liefdesrelaties, vorige relaties. Dat we ons losgemaakt hebben van de energie van ex-partners. Dat hoeven niet altijd nare relaties te zijn geweest. Maar deze kaarten geven duidelijk aan dat we veel meer in onze eigen energie komen. Dat we thuis komen bij onszelf. Dat we eindelijk gaan kunnen ontspannen bij onszelf. En dat we gaan beloond worden of dat we het gevoel gaan hebben dat we toch ergens
op een punt zijn gekomen dat alles weer beter gaat. Dat die zon al opnieuw aanwezig is. Maar die rust is ook nog belangrijk. En gaan voelen in onszelf wie we zijn. Hoe we onszelf willen laten zien. Dus ik ga hier ook nog twee kaartjes naar voren brengen. Voltooiing. Een vervollediging. Alweer beloning. Twee keer hetzelfde thema. We worden beloond. Dit is een voltooiing. En dat lijkt mij logisch. Hè? Als we iets afronden, neem dan je rust. Neem daar je tijd voor. Om bijna te wennen. Het is alsof we mogen wennen aan die nieuwe, rustigere energie die er nu aankomt. Alhoewel rustig. Ik heb vooral de rust in onszelf. Of wij die gaan zien dat er eindelijk oplossingen komen. Dat er eindelijk beweging komt. Bepaalde zaken dat we veel dichter bij onszelf gaan staan. Ik heb wel de indruk dat er heel veel zal veranderen rondom ons. Maar dat we daar een bepaalde rust in gaan vinden. Nu, deze kaart komt eruit. Zelfdestructie. Een negatief zelfbeeld. Zelfsabotage of verwaarlozing. Ik zei daarnet al, hè, ga op zoek naar wat jij nodig hebt. Zoals hier, hè, de manipulatie. Daar waar we ons hebben laten beïnvloeden door anderen. Nu de kaart kwam zo te liggen. Daar waar we ons hebben laten beïnvloeden door anderen. Het is alsof we nog worden uitgedaagd om ons zelfbeeld. Daar waar we nog niet volledig positief naar onszelf kunnen kijken of het positieve in onszelf kunnen zien, dat nog een beetje de uitdaging is. Dat we af en toe toch nog de neiging hebben om ofwel te veel van onszelf weg te geven of nog te veel de ander te doen of onszelf nog niet helemaal het allerbeste gunnen. Doordat we nog niet helemaal het positieve in onszelf kunnen voelen of zien. Eens kijken. Verspreid. Dus onze energie is nog een beetje verdeeld, verspreid. Het kan zijn dat we met vele dingen tegelijkertijd bezig zijn in onze gedachten. Dus verdeelde energie of verdeelde aandacht. Daarin mogen we blijkbaar ook die rust opzoeken. Als we voelen dat we, want dat is onze uitdaging, het voltooien van iets, het vervolledigen van iets. En als we de neiging hebben om te veel tegelijkertijd te gaan doen, als we onze energie of onze aandacht te veel gaan verdelen, dan geven we onszelf eigenlijk niet die rust. Dus dat is een beetje wat deze kaarten willen weergeven. Goh, ik voel hier een enorme stilte bij. Het is alsof dat deze kaarten ook willen zeggen van blijf even stilstaan. Blijf even gewoon in het moment. Ga nog niet te veel rondom jou kijken of richting toekomst werken. Blijf heel erg in het moment. Even stilstaan, even niks doen, even bij jezelf blijven. Zodanig dat jij je energie terug naar één punt kan brengen. Dat je je aandacht terug naar jezelf kan brengen en van daaruit verder kan gaan. Oké. Dan het hartje wat openbreekt, wat zijn energie naar buiten wil laten stralen. Nieuwsgierigheid. Dus we zijn nog een beetje voorzichtig. We kijken nog een beetje de kat uit de boom. Hè? Of dit hertje, een beetje van achter de struiken. Wel nieuwsgierig. Naar wat er gaande is. Nu, deze kaart geeft voor mij aan dat we wel voelen dat er iets nieuws zit aan te komen. Dat er op vlak van liefde of gewoon, hè, dat kan ook in vriendschap zijn. Maar alles wat ons in ons hart kan raken. Dat er iets is wat op ons pad kan komen, maar dat we ons nog een beetje op een afstand houden. Onze interesse is er. We willen gaan zoeken naar dat nieuwe stukje, maar we beschermen onszelf blijkbaar nog een beetje. Wat meer dan oké is, hè?
hernieuwing, wedergeboorte en nieuw leven. Wauw, oké. Ik ben er even stil van, omdat deze kaart aangeeft dat we inderdaad nog een beetje voorzichtig zijn, vooral van op een afstand kijken wat er gebeurt. Maar deze kaart geeft dan net aan dat we vanuit die heel nieuwe energie die hier heel mooi wordt weergegeven, als we helemaal in die stilte gaan, als we inderdaad, we mogen dat zelfs doen, van op een afstand even naar de dingen kijken, wat ik daarnet zei, een beetje een stilstand of in de stilte gaan, in het moment zelf blijven. Die nieuwsgierigheid, die is er wel rondom ons gaan kijken. Maar het is alsof dat deze kaarten ons willen zeggen dat we nog niks hoeven te doen. Dat we onze energie naar één punt mogen brengen. Vooral nog heel erg voor onszelf mogen houden. En hier wordt dan vooral weergegeven dat we vanuit een heel nieuwe energie zullen kunnen verder gaan. Waarschijnlijk met de nieuwe maan. Ik ben zeer benieuwd dan naar de reading volgende week. Maar het is alsof we een nieuw leven kunnen gaan beginnen. Of een nieuwe manier van leven gaan vinden. In die rust, in onszelf. Dat we gaan voelen wat ons hart wil, wat ons hart verlangt. Nieuwe ervaringen. Heel veel gevoel, hè? Dus nieuwe gevoelens, nieuwe ervaringen. Dat kan in de liefde zijn, dat kan ook op carrièrevlak zijn. Maar alles wat ons inspireert, alles wat... wat ons gevoel raakt, onze intuïtie die daar ook bij komt. Dus een heel, heel nieuwe energie, wedergeboorte. Is het afsluiten van het oude, iets wat sterft, maar wat we niet meer nodig hebben. Maar iets heel nieuws wat in ons leven komt. Of een heel nieuwe energie die zich aandient, van waaruit we verder kunnen gaan. Dus nieuwe ervaringen, nieuwe gevoelens, liefde of alles wat ons kan raken in ons hart. Het is blijkbaar belangrijk dat we ons daarvoor openstellen. Zeer mooie kaartjes vind ik. Ik ben ook zeer benieuwd naar jullie reacties. Laat het me zeker weten via de opmerkingen onderaan de video. En geef me zeker ook een like. Hè? Niet onbelangrijk. Als je graag deze korte readingjes hebt tussen de volle en de nieuwe maan. Laat het me dan zeker weten. Oké? Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Geniet er nog van. Ga vooral in die rust. Hè. Nu met alles wat er beweegt in de energie. De energie daagt ons uit eigenlijk om in die rust te gaan. Om niet onrustig te worden. En dat heb ik zelf gemerkt. Telkens die Schumann-resonantie, telkens die pieken weer komen. Eigenlijk als je aandacht naar binnen keert, dan ga je voelen dat je daar heel veel mee kan doen met die energie. Dat je in die energie heel veel gaat vinden in jezelf. En dat is hetgene wat hier wordt weergegeven. Dus het is een beetje een uitdaging voor sommigen om met niet te veel zaken tegelijkertijd bezig te zijn en je aandacht volledig op jezelf te richten. Nou, ik wens jullie heel veel rust toe. Geniet er vooral van. Zorg goed voor jezelf. En tot heel snel. Veel liefs. Dag.